Ik weet zeker dat iedereen elke dag wel een keer aan Herman Brood denkt. Ik spreek ook voor mezelf, maar ook voor iedereen. Herman is natuurlijk onuitwisbaar in ons geheugen, in onze ziel gegrift. En ik ben heel trots, en ook dankzij Herman, de beer natuurlijk, heeft hij even geregeld voor ons hier. Ik ben heel trots en blij dat we even samenkomen. Nou, iedereen mag het op zijn eigen manier doen. De een doet het thuis, die zet een plaat op, een loeie hart. Wij willen zo dicht mogelijk bij Herman zijn. En je zou kunnen zeggen van een minuut stilte, maar daar had Herman ook een enorme hekel aan. Hij zei altijd, hou het kort. Dat doen we nu. En hij haat de openingen. Mits goed geschoren. Herman Brood forever! Hey. En toen flikt hij dat gewoon.
Steun. Ja. Ik ga even terug, 11 jaar terug naar deze dag. Herman Brood ging 's morgens rond 10:50 vertrok hij uit Dante. Geef mijn schoentjes aan, zwart jasje, zwart colbertje. Niemand had iets door, hoedje op. Bolletje aan de bar, Dante. Nou jongens, ik zie je nog wel eens. Helemaal naar buiten. Spuien. Tram in. Deze keer. Hij wou bij de mensen zijn. En hij kwam uiteindelijk terecht hier in het Hilton Hotel. Naar de bar. Een normale recept. Vul erin. Crendement. Dubbele met melk. Daarna een vodka jus voor de vitamintjes. Hij zei van, ik heb mijn brilletje vergeten. Deze brilletje. Ik wil een paar teksten schrijven. Heb je ook een brilletje voor mij? Nou, gevonden voorwerpen, pap, brillen, zaad, helemaal brillen. Heb je een biertje, goed, helemaal. Nou, dan ging hij zitten zoals hij altijd deed, teksten maken. Maar toen schreef hij dat beroemde briefje, kort samengevat, van... Lieve allemaal, lieve familie. Papa gaat bungee jumpen zonder elastiek. Vergeef me. Ik zie je nog wel eens. Maak er een feestje van. Nou, hij deed dat in zijn binnenzak. Gaf netjes de bril terug. Nou, nog een borrel. Jas aan. Hoedje op. Betalen. Goeie fooi. Dus een soort brandtrap, liep hij op. Deur open, kwam op het balkon, op het dak, stenen. Ging naar de kant. Ging op de rand staan. En hij sprong. Precies 11 jaar geleden. En ik weet zeker dat hij trots is dat wij hier zijn. Straks gaan we naar het kerkhof even. Is niet verplicht. Kan. Ik zou wel om 4 uur naar het Art Hotel gaan. Om even in de sfeer van Herman te blijven. Dan geef ik cadeautjes weer. Er wordt een heel mooi, er zijn een aantal sponsoren. Er wordt een heel mooi kunstwerk van Herman Brood aangeboden. Een hele mooie. En de tweede prijs is een overnachting in het Herman Brood Suite. Van het hotel, 4 sterren hotel. Dus hoef je alleen maar een heel klein quizje mee te doen. We noemen het de Never Be Clever Quiz. Dus je gaat erover nadenken, maar dat wordt gewoon ter plekke meegegeven, dat mag je mee naar huis nemen. En voor de troostprijs nog een paar t-shirts, de Classic Wild Romance. Jullie kennen ze allemaal. Nou, ik ben zeer genoemd, ik heb er moeite mee. Ik zou heel fijn vinden als de Romanza Brava nog een nummertje zou spelen voordat we naar het kerkhof gaan. Zijn we uit? Oké, graag gedaan. Oké. Okay. Nou, en volgend jaar doen we het weer, hè? Dat snap je wel natuurlijk. Ik zeg het alvast maar even. Ja. Als onze lieve Heer het wil. Yay! Magic appearing, never knew they're wild. Melancholy green, I was
Meisjes,